We staan hier voor de Red Sun in Hartje, Amsterdam. Het is prachtig rot weer. Frans Bauer gaat hier vandaag zijn nieuwe album presenteren voor Elke Dag. En hij had nog meer goed nieuws. Er komt een vijfde kindje aan. Hoehoe. CQC. CQC, ja. Die gasten die altijd bovenop het nieuws zitten. Ja. Hij zit er bovenop het nieuws, Frans. Ja. Ben je nerveus? Nou, best wel nerveus, ja. We hebben toch wel heel mooi nieuws. Nou, ben je heel benieuwd? Ja. Komt er een vijfde? Nee. Ik heb hem even stopgelegd. Nou, in de eerste plaats allemaal van harte welkom hier vanochtend. Het is 3 jaar geleden dat ik solo als artiest weer wat heb gedaan. Maar daarnaast is vandaag ook een hele bijzondere dag om officieel zeg maar aan te kondigen dat ik nog steeds niet gevraagd ben voor de top. En ook dat zeg maar niet van plan ben om dat te doen. Dank je. Ken je mij of niet? Ik heb je nooit eerder gezien. Ja, ik heb je ook nooit eerder gezien. Ik denk dat in de media een beetje is gekomen dat ik het haar heb gedaan van de familie Bauer tijdens de bruiloft. Frans is nog steeds even gewoon als altijd, maar ik zie hier toch sushi in plaats van Chinees. Dat is ook een beetje Aziatisch toch? Thaise hoeren zijn ook Aziatisch, maar die zijn hier toch niet? Gestoomde kwartelniertjes in krokodillensaus, heerlijk. Jullie hebben 4 prachtige kindjes. Ja. Komt er nog een vijfde? Nou, mijn jongste is net 5 maanden, dus nee. Dus het kan weer? Nee. En hoe regelen jullie dat qua birth control? Ga jij in de pil of laat hij zich helpen? Of hangen jullie een foto op van Patty Bart? Een foto ophangen van Patty Bart? Kan dat helpt bij mij altijd heel goed, ja. Ja, is dat zo? Oh. We gaan zo naar binnen. Mannen zijn soms wat bot. Het is inmiddels woensdag. We begonnen op maandag, maar dat maakt niet uit. Het gaat om Frans en die zit er ook binnen, maar gewoon zijn werk te doen. Naar Frans. Laten we even luisteren naar een heel klein stukje van jouw cd. Okay. Zo. Welk nummer was dat? Was dat niet Pierenwaaien of zo? Dat was Pierenwaaien. Ja. Wat voor tekst is dat? Want ik vond het een mooi stukje. Nou ja, kijk, ik probeer muziek te maken die gewoon gezellig is. En lukt het? Ja, dat vind ik wel. En wat maakt deze cd nou zo hetzelfde als die andere cd's? Het is niet hetzelfde, want in de eerste plaats heeft deze 19 liedjes. En aan de andere kant denk ik ook dat hij ook weer heel eigen tijd is. Ik heb begrepen dat jij je hebt laten steriliseren. Echt waar? Ja. Wie hebt dat nou gezegd? Een arts die ik heel goed ken in het ziekenhuis waar jij het hebt laten doen. Echt waar? Nou, dat ben ik echt niet geweest, want ik ben echt heel kleinzerig. Was dat een andere Frans Bauer? Dat was een andere Frans Bauer. Nee, maar je kan je tegenwoordig laten verdoven als je dat laat doen. Ja, echt waar, dan krijg je volgens mij recht in je toepen. Nou, dus die kan je niet zitten. Je moet echt niet aan het denken, man. Hier krijg ik kippenvel als je het erover hebt. Schaai uit. Dus wie weet komt er nog een klein vijfde Fransje. Ja, nee, dat is ook wel uitgesloten. Volgens mij moeten we maar eens maar eens even aan de pil zetten. CQC, dwars door het nieuws, boven op het nieuws. Ook al is het helemaal geen nieuws. Want Frans Bauer, die wordt geen nieuwe topper. Hij krijgt geen nieuw kind en hij laat zich niet steriliseren. Wat heeft hij wel? Een nieuwe cd. Want zo is Frans.